Beste kijkers, welkom op de Sliebers van School. Ik ben Yoshita en ik zit in groep 8A. Ik ben Timothy en ik zit ook in groep 8A. En wij gaan jullie een rondleiding geven door de Sliebers van School te Den Haag. Lopen jullie met ons mee? We staan hier bij juf Rita in groep 2A. Wat gaat de klas doen? Nou, wij hebben heel veel op onze planning staan. De kinderen zijn nu aan het eten en drinken. Zo meteen, na het eten en drinken, dan gaan we spelenwerken doen. En nou, de groep gaat verschillende activiteiten uitvoeren. En iedereen weet zo meteen wie in welke groep iets gaat doen. Dan hebben wij een rekenhoek, de talenhoek. We hebben de knutselhoek en de ontdekhoek. En vanuit deze hoeken gaan de kinderen dan ons veel meer laten zien. Shelly gaat zo meteen uit dit boekje voor mij voorlezen. Nou, want Shelly kan dat heel goed. En ik vraag aan Shelly zo meteen uit dit boekje voor ons voor te lezen. Ja. We zijn nu in groep 3B van juf Janice. Goedemiddag juf Janice, wat gaan we nu doen? Goedemiddag, welkom. Ik ben juf Janice, de leerkracht uit groep 3B. We gaan zo meteen schrijven. Kunt u een stukje laten zien? Jawel. User, je potloodgreep tussen je duim en je wijsvinger. Ja. En dan mag je hier even helpen. Je gaat omlaag, van boven, weer omlaag. Denk aan je zolderletter, nog een keer de K en een A. Wil jij het nu proberen? Ja, je doet het hartstikke goed. Ga door. Wat ook belangrijk is, jongens, niet vergeten, behalve je pengreep, je benen naast elkaar, voeten plat op de grond, je schrift een beetje schuin. Eén hand moet op je tafel, niet vergeten. Goed zo, schuif je stoel een beetje aan, Michaël. Shreya, je stoel recht. We zijn in groep 4C van juf Aswara. Wat gaan we vandaag doen, juf? Ik ben juf Aswara van groep 4C van de Strategische School. Vandaag ga ik een tekenles geven omtrent het thema Pasen. Jongens en meisjes, pak allemaal je potlood en je vloeibladen. En dan wil ik vragen aan Prakash en Sonakshi om iedereen één vel papier te geven. Kinderen oefenen door het tekenen van een paashaas hun motorische en creatieve vaardigheden. We zijn nu in de groep 5A van juf Sharmila en we gaan nu een kijkje nemen in de les. Goedemiddag juf, wat gaan de kinderen nu doen? Goedemiddag, mijn kinderen zijn bezig met begrijpend lezen. De ene helft is met mij bezig. Papier. En er zijn een paar kinderen die wat meer kunnen. Die zijn op de tab hetzelfde eigenlijk aan het doen, opdracht aan het maken. Goed jongens, we zijn bij het tweede stuk, in het oog houden. Vladimir, Isha, zou je het klein stukje voor willen lezen? Vladimir Poetin is de president van Rusland. Hij houdt al die landen in het oog, want hij wil niet dat ze vrienden worden met Europa. En zeker niet met Amerika. Waarom? Dat heeft met vroeger te maken. In de vorige eeuw waren er twee sterke naties in de wereld. De Verenigde Staten. Verenigde Staten van Amerika en de Sovjet-Unie.
Oké, jongens en meisjes, we gaan verder met rekenen. Les 17 voor vandaag. Dus als je het even voor je wil pakken, dit bordje klaarleggen en naar het bord wil kijken. We zijn in groep 7, B van juf Sergeën. Goedemiddag juf. Goedemiddag Timmy. Wat gaan we nu doen? Nou, wij zijn bezig met de rekenles. We zijn de blok 7 aan het afronden. En voordat wij een toets maken, dan hebben de kinderen een aantal herhalingslessen om te kijken of ze de doelen beheersen. Dus daar ben ik nu mee bezig. En de kinderen die een aantal doelen nog niet beheersen, die krijgen dus van mij extra uitleg. We staan hier met Niel uit groep 8. Je gaat zo naar het voortgezet onderwijs. Ben je daar goed voorbereid op? Ja, ik denk dat ik best wel voorbereid ben voor het voortgezet onderwijs. Want ik heb best wel veel scholen al bezocht en ik denk dat ik er wel uit ben. Als je terugkijkt op de jaren op deze school, wat vind je ervan? Ja, ik vond het heel leuk. Ik vond het ook heel leerzaam. De leraren waren ook heel aardig. Dat is de stap die je krijgt en dan heb je bovenaan waar je logo is van Citosië, onderwijs aanbod, organisaties en dan heb je een kopje met centrale toetsen examens. Dat klik je aan. Centrale examens. Aan de rechterkant zie je probeer. Zoek ergens staat probeer. Rechts onderaan. Hier moeten we centrale examens van jou doen. Ik ben Nevina Dwarsing. Ik ben ook een van de IB'ers van de Sri School. Wat voor mij heel belangrijk is dat ik heb eigenlijk de zorgtaken hier op school. We zorgen ervoor dat elk kind onderwijs op maat krijgt. En wat heel belangrijk voor onze school is dat kinderen eigenlijk eigenaarschap worden van hun leerproces. Ik ben Vijay Jinko, de directeur van de Sri Vishnu School. Onze leerlingen hebben jullie een inkijk gegeven in de dagelijkse gang van zaken bij ons op school. U heeft hopelijk de sfeer enigszins kunnen proeven over hoe het aan toe gaat in de verschillende klassen. Ook andere activiteiten zijn aan bod geweest. En in groep 8 heeft u ook mogen ervaren hoe de kinderen voorbereid zijn op hun vervolgcarrière in de middelbare school. Wij hopen in ieder geval u als ouder, toekomstige ouder, op onze school te mogen begroeten.